Zo. We gaan zometeen met de Voltjatka gaan we in ieder geval voor ellebogen. Gaan wij zorgen dus dat we die bewegingen gaan maken. Zodat je de juiste hoogte hebt. Dat als je van achter wordt aangevallen, dat je in ieder geval voldoende reikwijdte hebt. En ook het juiste inzet van je lichaam om die beweging te maken. Ook weer zorgen dat je dus door kan gaan. Als je bezig bent met mensen die frontaal aanvallen, kan je kiezen of dat je het met je elleboog kan wegduwen, dat die uit de lijn is, dat het niet op je bakkes komt, maar dat het misschien ernaast gaat. Je kan ook kijken, ga je aan de binnenkant werken van een arm, dat je dus ook meteen je vuist in kan zetten om de aanval te maken. En daarvoor willen wij eerst die gewrichten trainen voor de schouders, de ellebogen. En dat we dus ook weten van, hey, ik maak weer die draaiende bewegingen wat we doen met de sjask en met de stok. Hartstikke idee. Dat is voor de zijkant. Dus ik draai eigenlijk op deze manier. Hop. Met de sjaska. Nou, je zag ook net dat ik mijn elleboog meenam. Maar dat is ook zometeen om het simuleren van een aanval een stuk makkelijker te maken. Dus ik doe nu gewoon een rotatie maken. 180 graden rondom mij heen. En ik trek het precies hier zo. Daar draai ik hem. Die gaat nu naar boven toe wijzen. Mijn hand staat omlaag. Ik trek dit omhoog. Mijn lichaam gaat er doorheen. Dus ook zorgen dat je dus bewegelijk bent. Dat je dus niet statisch leert vechten, maar vanuit compact naar groot. Zodat je dus ook makkelijker hier zo die bewegingen kan maken. Waardoor straks de elleboog ook gaat zorgen dat die mee gaat helpen. Dus dat kunnen zijn armen. Dat je dus weet van, hup, armpie weg. En je kan je naar binnen vechten. Als je hiermee bezig bent, gaat het vooral voor mij ook om dat ik draai nu mijn gewricht in deze kom. Die trek ik omhoog. En hier voel ik precies, omdat het over me heen hangt, de spanning. Dan draait die voor naar achter, dat draait die. Dus in het kommetje van het gewricht, hier zo, zal ik hem moeten loslaten. Omdat hij een andere werking krijgt. Dus dan krijg je net als de pendulum. Pendulum die kan alleen nog maar dit doen. En wanneer je naar een andere vlak gaat, moet je draaien zodat die gewricht doorgang geeft. Dus ook weer hiermee rustig erin en eruit. En dat ga je zo meteen ook weer zorgen dat je dat bij je hand, of tenminste bij je kant links of rechts, anders gaat doen. I explain in Dutch why we are doing this exercise is for elbow strikes. And for the elbow strikes, first I want to have all the freedom in my joints. And therefore I'm turning it up. Then my wrist goes up. The Voltjatka goes 180 all around. First I make big movements, later on it's small, and I want it to go up and turn it. So the joint is free in your shoulder, all sides. And that is what you really want first before you are going for a hit or a strike with the elbow into the underbody, horizontal, boom, or to the face, up, or just catch and release the hand which want to grab you. So first, I want to have freedom in my joints. When I feel that, I make sure left and right side is equal trained. Because if you're a right hand fighter like me, the right side gets more attention than left. So make sure you are trying to train those sides equal. So, first I did it backwards
Now I do it front, and then you feel it's an other motion. Als ik hem hier naar achteren trek, is dat eigenlijk een natuurlijke beweging. Hap. Dit is eigenlijk heel lekker. Maar ga ik het andersom doen, voel ik dat mijn gewricht naar een andere rotatie. Dus dan zal ik of mijn lichaam daarbij moeten aanpassen, want wij passen altijd ons lichaam aan aan een situatie, of de situatie in ons voordeel. Dus ook weer, zodra jij dus de natuurlijke wijze doet van voor of naar achter, daarin voel jij dat andere spieren, andere gewrichten gaan meedoen. En ook weer wetend dat je omhoog gaat om omlaag te komen, zodat je dus een elbow strike kan geven, waardoor je ook met je lichaam opvolgt. Hè? So it's not only the elbow, it's also follow-up from your body. So you bring some weight in it. Sometimes we bring our bottoms boom, in the game and then we give you a hit. Dus ook draaien en naar achteren over de horizon is allemaal om te kijken waar kan jij met je armen plaats nemen en voor de gewrichten. So now we go horizontal. So we work on another plane. Up. En het is nog niet de bedoeling dat die eruit kleddert. Hè? Dus het is nog eerst rustig weten waar zitten die bewegingen. Het is een inzet voor straatvechten met een elleboog. Dus nu ga ik gewoon omlaag. Net zoals hier. Omlaag. In het midden. En hoog. In het midden. En laag. Hoppatee. Hoog. Midden. Laag. Nou, dan ga ik steeds meer die upshaska uitgooien. Dat het eigenlijk een soort strike wordt. Maar daarbij train ik de spieren die nodig zijn om deze oefening gewoon te kunnen doen. Als ik hier zo lekker mee bezig ben, dan ga ik in ene een stap maken. Zo, so, I step out, bring my body in. My elbow is there. Want er zal altijd nog een stukje ruimte zijn tussen jou en de aanvaller. Dus als je dus dat stukje hebt tussen de ruimte en de aanvaller. Als we het midden zien van het filmpje waar ik nu sta en hier zo dit stukje het einde. Dan is de zijkant van het filmpje dat wat ik wil raken. Dus als ik dit doe, zie je dat er een afstand is. Maar als ik hier naartoe stap, zie je dat ik dus het einde van het filmpje kan raken. I am explaining that we step in or the bottoms goes back and then we are bringing the elbow in for the strike. So if you see me in the middle of the film, this side of the film is the thing I want to hit. But you see, there is a little gap here. So when we step, boom, the gap is filled up. And we can hit the surface of our opponent. So, therefore, in training, also start working with your footwork with it. And if it's to the front, then we use our thumb, to put onto your body. So this is a solid structure. And with your whole body, boom, you're stepping in. Boom, and you bring the elbow on the surface of your opponent. If you are not working with your thumb like this, you can do like a hammer strike on your body. Boom, so you can give a backhand fist or another thing what you like after the strike with the elbow. If you have
people who do like this, you see the gap between my hand and my body. This ain't an elbow strike, it's just pushing somebody away with the point. So make a solid structure, step in, and your whole body is giving the elbow strike. Als het omhoog gaat, we call this the table. We give it most of the time onto your chin, just like an uppercut. We step in, and we bring it in, and then we start to work on the body, or grab your head, neck, and start working on that. So it's all variations and different possibilities, but first, no, make contact to your body. So this is one solid structure. With your body, you can come in and give the elbow strike. If it's necessary, you can give it backwards, just like front, your body is here, boom. And then when you step away, your hand is guarding your body into the strike. Zo, Ninja, ben jij er klaar voor? Want dan ga ik zo met jou mee. This is just a little explanation about working with the whip for striking with the elbows. Play with it. If you don't have this, just take a stick, a short one, just like a screamer, and you can make those turns and movements like we do with the Volchatka. So for this film, just play with it, just little tips, little tricks, no fancy stuff, just for personal progression and training purposes. And my Engels, die moet veel beter. I'm terrible in English, but slowly I progress. At the end of the summer, maybe I can do the la cucaracha. Hey, mensen, weer succes. Succes met je training.